Hoe is dat voor jou om in de tweede set er bij die stand in te komen en het om te kunnen draaien? Nou, dat is heel veel opgeoefend. Dat is een standaardwissel die we eigenlijk gewoon doen. Heeft Guido gezegd, nou, als het belangrijk is en de spelverdeling komt voor, diagonaal 8 achter, dan willen we eigenlijk nog 3 rondes de diagonaal voor hebben. Dus die hebben we geoefend. We weten dat dat op belangrijk moment is. Dus ja, het is heel leuk om erin te komen. Dat kan belangrijk zijn. Kan je helpen? Ja, maar nou is het ook nog zo. Je mocht hem ook gewoon nog even uitspelen. Je hoeft er niet eens meer op het moment dat je weer naar voren ging eruit. Nee, klopt. Nou, het ging in principe ook goed. Dus we pakten een paar punten terug. En je mag maar 6 keer wisselen in het volleybal. En hij had er al 4 gehad. En wij waren erin gekomen, dus dat is 6. Dus hij mocht ook niet meer terug. Dus ik dacht, nou, zelf doorpakken ook dan. En dat ging erg goed. Hey, en, waar bepaal jij je keuzes dan op? Want je speelde veel over Robin heen. Nou, dat pakt heel goed uit. Waarom maak je die keuzes? Nou ja, ik kom er ook in met Robin, dus ik heb een goede connectie met Robin. Maar ja, hun beste blokkeerder staat ook vaak aan de rechterkant, Djuric, nummer 2. Dus er was ook afgesproken van, ja, op tactisch plan, kleine man, zoeken we op. Dus die stond vaak bij Robin. Dus veel naar Robin in de rally. Want je komt vaak in de rally, dan is het toch vaak chaos, midden net niet, paas net niet lekker. Blijft een beetje hangen, dan moet je gewoon je beste optie zoeken. En dat was vaak Robin en die deed het heel goed. Moet je belonen.